Wat win je als je het goed hebt? Een date met jou? Dus ik heb eigenlijk gewoon een lege doos ingepakt. Ah. Oké, nou op advies zitten we bij Jan de Groot. Echt heel chill dat jullie zo tips geven. Nou, de helium doe je dus dit. Oh. Wow, Charlotte, jij gaat uit. Dat is mijn nieuwe ding, niet heel veel bestellen. Kijk, dit shirtje is maar 4 euro bij de Zeeman. Confetti. People may react differently. Ik heb een body aangetrokken. Oh, heel speciaal. Ik ook. De burger zelf is echt heel anders. Zit er kaas in of zo? Hey jongens, ik heb weer spontaan zin om dat te doen. Ik zou eigenlijk boodschappen gaan doen. Maar ik zag net zo'n leuk jurkje op Instagram van TK Maxx. En toen zag ik dat er in de Amsterdamse Poort één zit. Volgens mij zit hij er al een tijdje, maar ik was het eigenlijk vergeten. En daar ging ik vroeger wel vaak winkelen. Dat was echt, met Linda gingen wij daar echt altijd heen. En nu dacht ik, weet je, ik ga nu de bus pakken. Ik ga erheen, want daar heb ik zin in. Dus, dat ga ik nu doen. Doei! 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 Oké, ik ben vet teleurgesteld, want dit is dus geen winkel van... Oh, leuk jurkje, ik ga hem ook halen. Dit is een soort bijna kringloopwinkel, zeg maar, dan is het nieuw. Dus van heel veel dingen is er maar één. Dus ik baal vet erg. Maar ik ben daar al even allemaal dingen aan het pakken. En misschien is er wel iets leuks tussen. Dit topje is best wel cute. Maar ik vind hem niet geweldig. En hij is wel 25 euro. Trouwens wel ideale pashoekjes om te filmen. Ja, het is echt wel een heel chill zomertopje. Maar voor 25 vind ik hem net... Ja, het is niet off-shoulder of zo. Het is een beetje net een mint, vind ik. Deze is 20. Ik vind hem mega cute, maar hij is net te strak. Ik vind het echt, qua prijs vind ik het niet heel goedkoop of zo. Want bij de H&M kost het ook zoveel. Kijk, hij is net hier een beetje strak. Het is een heel dun stofje, wel heel lekker zacht. Ook leuk, maar ook 20 euro. Ik vind het weer niet waard. Ja, ik wist dus niet hoe de prijzen werkten, dus ik hoorde pas dat ik bij de paskamer was. Wel leuk, omdat bijna niemand anders het dan heeft, weet je wel. Maar ja. Deze is 18. En dat je het vast weet, je moet je niet gaan irriteren aan het feit dat ik misschien niks ga kopen. Want ik dacht echt dat het super goedkope kleren was. Waarom? Ik moet zeggen dat ik hem wel heel leuk vind hoor, maar ik vind hem ook weer net niet heel mooi vallen. Hier net een beetje strak, hier ook een beetje. Maar wel super cute. Dit is volgens mij het topje. Deze is misschien nog leuker, maar net een M is gewoon eigenlijk te klein. Ik draag dat ook niet. Ik vind het wel leuk, maar ik vind het te strak. Kijk, dit is dan echt leuk voor 20 euro. Dit is van DKNY. En dat is echt een merk, maar het is gewoon te strak. Dit vind ik wel echt geweldig, want hij is en roze en er zat een leopard op. Dit is ook een M. Ja, in mijn maat waren er echt geen leuke dingen. Dit is dus lichtroze met rood, waar ik echt gek op ben. Ik zat bijna te denken van, ik zou hem kunnen knippen als een shirt, maar dat is te zonde. Het is een stretcher, wat ik al nooit draag. Het is echt een drama hoor, wat ik allemaal aan het passen ben. Ik had gewoon geen idee wat ik aan het doen was. Ook met die mouwtjes, ik vind het helemaal leuk. Maar het kan niet helaas. Kijk deze eenhoornjas. Of holojas, hij is 40. Te duur, wel leuk. Super cool. Deze is ook 20, hij is wel een dikkeltje groot. Maar ik vind hem erg leuk en ik denk dat ik dit wel wil hebben. En stomme meis, ik wil deze dus ook hebben. Puur omdat ik hem zo mooi vind. En denk al koop ik hem voor iemand anders. Of als shirt. Hij kon echt als shirt makkelijk. Ik kon het makkelijk zeg maar, eroverheen vouwen. Ik vind hem zo mooi. Het is zo'n mooie kwaliteit. En dit puur omdat dit volgens mij nog wel 60 euro kost. Deze vind ik echt geweldig. Is het erg dat hij zo groot is? Volgens mij niet. Deze wil ik. Wat formaat is dit dan? Ja, normaal kost het 59. Het is een L. Ik kan nog straks even bij de M kijken. Maar ik vind hem heel leuk. Dat vind ik echt wel leuk. Deze is 18 en ik vind hem ook heel erg leuk. Want hij is donkerblauw met wit. En dan hier een roze zakje en het kraagje. Het is echt wel een heel leuk topje. Ik vind dat deze minder strak zit ook dan die andere. Ja, als ik deze ook wil. Heel leuk. En deze vind ik ook super leuk. Maar ik vind het wel prijzig hoor. Dat alles 20 euro is. Of rond de 20. Want dit kan toch niet heel duur zijn geweest. Bij de H&M zou ik dit echt te duur vinden. Ik denk, ja, een Donnacaro topje of dit voor 20 euro. Maar deze is leuker. Dit vind ik ook heel erg leuk. Deze is 25, maar hij valt eigenlijk zo. En dan vind ik hem te groot. Kijk, het is wel echt leuk dat je iets hebt wat dus inderdaad niet iedereen heeft. Zoals de H&M of zo. Heel cute. En heel luchtig. Echt heel leuk. Nou, ik ga gewoon even weer de beelden terugkijken en dan ga ik beslissen. Kijk, dit shirtje is maar 4 euro bij de Zeeman. Ik bedoel, dat is best wel een prijsverschil.
En hij is hartstikke prima, ook bij de tijd. Hallo jongens, het is al iets van 4:30 op Koningsdag. En we gaan onverwachts even in Wees rondlopen. En ik heb een nieuwe shirtje aan, als een shirt. Het is dubbel gevouwen. En wat vinden jullie van mijn oorbellen? En vloggen in Wees was heel awkward. Het was zo saai. Maar Ruud heeft wel leuke foto's van me gemaakt in Wees. Dus ik heb een leuke foto. En nu heb ik me omgekleed, want het was ineens mega warm. Dus ik heb nu mijn nieuwe sterrenbloesje aan. Met mijn zwarte broek en slippers. Het is best wel warm, maar als je rijdt is het wel een beetje winderig. En nu heb ik net sushi besteld. Niet veel, dat is dus mijn nieuwe ding. Niet heel veel bestellen. Iets meer dan 20 euro met z'n tweeën, dus best netjes. En dan gaan we die en die maar halen met de scooter. Want de auto is een stuk en het weer is wel oké. Hier is Ruud. En dan gaan we daar lekker buiten ergens sushi eten. En stiekem gaat, weet Ruben nog niet, moet hij dan ook weer een foto van me maken. Maar misschien wist hij dat al, hè Ruben? Heb je foto's? Ik mag altijd één foto per dag van hem. Oké, we hebben sushi gehad en ik heb een foto. Dus ik heb nu twee foto's vandaag. Superleuk. Hier zit mijn Ruben. En dit is ons eten. We hebben ook sojabandjes erbij gehad. Ik vind die andere lekker. Dit is dan zeg maar die van de borrelafdeling. Er is een soort olie op of zo. Oké, ik ga even een sushietje eten. Kijk waar we zitten. Ruud gaat deze ziek dikke eten met... Comment als je weet waar dit is. Ik ben benieuwd. Ja, niemand weet het. Je mag ook raden. Wat win je als je het goed hebt? Een date met jou? Een schilletje van een sojabon. Van jou gekregen. Lekker? Ik neem deze mega dikke. Had je ook wasabi erop? Oh, ik heb de kont. Die mag ik. Want ik vind die heel lekker. Nou en, deze lekkerste. Oké, dan laat ik hem liggen. Dan wordt hij wel zacht. Als ik het laat vallen... Eeuw, er zitten hele rare stukken in. Is niet erg. Wat? Boeit mij niet, hè? Oké, dan mag jij die ook. Oké. Dat is een kont. Dat is een kont. Mag jij alle konten? Ja. Ja, ik weet dat jij van konten houdt. Eeuw, er zitten ook stukken in. Wat is dat? Weet ik niet. Ja, dat hoef ik dus niet. Dat ga ik eruit halen. Maar ik weet niet wat het is. Ja, rotte tonijn. Nee. Moet de tonijn nooit lekker bij deze? Oh, kip. Kip? Oké, nou heel charmant dit, jongens. Heel mooi. Hallo. Doei. Bij ons gaat heel vaak alles stuk. Dat is echt jammer. De uitlaat zit nu los. Echt los. Kijk dan. Je moet wakker worden. Hé. Je moet wakker worden. Wakker worden. Kom eens. Kom. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hey. Kijk, ik heb dus planningswaar cadeautjes, die zijn allemaal niet tastbaar. Dus ik heb eigenlijk gewoon een lege doos ingepakt. En daarin staat dan wat ze krijgt. Want ik denk dat het toch wel leuk is als je iets moet uitpakken, anders heb je alleen maar papiertjes. Oh, dit kaartje. Ik ben echt super goed wat verjaardag betreft. Dus dit kaartje, dat is van een vriendin geweest, van Charlotte. Die had vorig jaar hier een feestje. Of vorige week hier ook een feestje. Met vriendinnen. Dus ik heb dat kaartje maar gewoon herbruikt, want ik vind het wel mooi. Dus, dat was het. Fijn leven. Charlotte wilde dat ik een stukje ging vloggen. Voor de verjaardag. Dus dit wordt het. Het wordt met heel weinig tekst, maar heel veel beelden. Zodat jullie creatieve hersenkwak goed wordt gestimuleerd. Oh, ik wil trouwens aan de... Edit Charlotte, je moet een rustig liedje van Enya onder. Die heeft lekker rust op deze ochtend. Ik heb wat ontbijt gehaald. Dat kan jullie wel laten zien. Het is gewoon super standaard. Maar ja, wel lekker. Oké, jongens, dit is ontbijtje. Ik heb dit gemaakt. Want dat vindt zij heel lekker. En dan gewoon wat fruit. Met een fruitdip. En dit is tomaat voorbij die.
dan gewoon, ja, ze had dan zalm en zo. En toen zei ik, ga er nu roepen. En dan gaan we lekker eten. Zie je dit nou? Binnenkomt. Wacht, maar 3, 2 moet je binnen, ja? Heel goed, zo nep. Weet ik. 3, 2, 1. Oké, okay, ik kom binnen, ja? Ah, lief. Oh, heb je het gefilmd? Dat was mijn special effect voor vandaag. Ah, lekker. Ik hoopte al dat je dat ook had. Jongens, ik wil dus eigenlijk het liefst altijd gewoon make-uploos komen. Oh, ik lijk wel make-uploos, maar ik was dus al half met make-up begonnen, want deze man was heel lang iets aan het voorbereiden. Vet schattig. Lekker schattig. Ik heb doorgedraaid. Oh, ik heb zo lang mee te. Snapt hij hem niet? Doen. Nee, ik moet echt een rot in. Heb je echt al gefilmd hoe mooi je ontbijtje is? Ja. Echt goed zo. Heb je ook gepraat? Heel weinig. Ik zei, je moet een liedje van 1 jaar dag zetten. Hoe kan er nou een cadeau liggen? Is dat van jou? Huh? Je hebt toch geen cadeau meer, behalve wat ik al weet? Hé, hey, is de helium? Moet ik eerst mijn cadeau pakken? Ja. Ah, je hebt het kaartje gewoon. Nee, ik had geen kaartje, maar ik vond hem heel mooi. Dit? Ik zei tegen Ruben, je weet wel wat ik lekker vind, maar ik wist het zelf niet eens. Dit wist ik niet eens meer, hoe lekker ik dit vind. Oh, dat is echt perfect, ook niet too much of zo. Ik ging helemaal stuk om dit kaartje. Ik kreeg best van dood en ik dacht, ik ga dus niet al mijn kaartjes bewaren wat ik altijd doe. Dus ik scheur het eraf en dan bewaar ik het lege kaartje. Ah, oh, niet hardop lezen toch? Oh, ik weet niet, is het zo heel... Oh. Ja, die heb ik gewoon laten staan. Net van dood staat er nog op. Ja, stem. Hé! Hey! Okay, het is wel mooi dat ik het 2 keer kan worden gebruikt. Hoezo, slechtste verjaardag organiseerder? Ja, gewoon. Maar hoe kan het dat ik nog een cadeau heb? Heb je gewoon een doos? Dat is heel slim, zeker. Okay, ik ga wel even zitten. Okay, het gaat ook gewoon om placebo-effect, hè? Een beetje bij verjaardagen. Oh. Maar niet helemaal. Heb je die hele dag gisteren gedaan? Is het goed, ja. Blijf goed, hè? Mooie ballonnen, waar zijn die van? Zeg ik niet, dat is speciaal. Albert Heijn. Echt mooi, hè? Ja, metallic. Ja. Oh, ik zocht zulke. Hé, je hebt zelf ook slingers nog opgehangen. Ja. Noah gaat poepen. Bedankt, Noah. Fijn. Mij gaat heel erg lachen als je dit ziet. Mij is die... Oh, ik weet het. Wat ik zeg. Je hebt die witte doos van Rebecca's cadeau op de gang gepakt. Ik dacht... Oh, was het voor Rebecca's cadeau? Ik vond echt een mooie doos. Je moet omdraaien. Ik wist dat je dat moest. Oh. Dat vind ik zo lief als je iets tekent. Dat vind ik heel lief. Ik weet dat ik dat leuk vind. Jongens, Ruben moet er echt eens met ze tekenen. Oké, ze lijkt niet op onze kat. Het is echt sick lelijk. Maar ik heb te weinig kleurtjes. Zo leuk. Dat kan ik echt niet meer wegdoen nu, deze doos. Hoe kom jij aan potloden? Ja, die heb ik gewoon. Voor mijn opleiding. Eerst moet je die lezen. Het is een goed bon, juwelierszaak in Den Bosch. Kijk in het appgesprek van Ruben voor de aanwijzing van het 2e cadeau. Maar dat weet ik al. Oh. Oké, de poep is verwijderd. Oh, nog één keertje zien? Nee. Maar ze hebben het net gezien. Weet ik niet, maar dat ging niet goed scherp stellen. Nee, deze lens kan ook niet zo goed. Je moet juist verder weg. Nee, die is scherp. Okay. Ja. Sam? Nee, maar het is een dame, hè? Bij het schaken. Dame. Zo heet het stuk. Het stuk heet dame. Oh, dame. Samen. Wacht, laat hem meekijken dan. Ja. Maar niet mijn grote neus. Nee, ik zal niet je grote neus filmen. Na plus min N. Wat is dit? Man. Een klein beetje. Gewoon. Dat is een arm. Oh, arm. Ja, concert. Samen naar een concert. Van Do. Ah. Ik wil dus eigenlijk... Credit voor Ruben. Blijf omhoog voor Ruben. Maar ik wilde dus eigenlijk op die doos ook zetten min OS. Wat ik dat is grappig. Ja, dat was te simpel. Popsie, kom maar. Ik denk dat hij in een tunnel zit. Popsie, vorig jaar was je ook al op mijn verjaardag. Ik wilde nog een strikje om ze doen. Om hun heen doen. Zou ze gek worden, dat zou wel lief zijn. Oké, wij gaan heel lekker eten. Oh, lelala. Zo lekker. Zoveel zin hierin. Kijk, mijn verjaardagstoel. Ik heb gewoon hetzelfde aan als gisteren, jongens. Want ik wist het echt even niet. Ja, Ruben is even zijn vaders auto halen, want we hebben dus geen auto. Vet chill. En dan gaan we. Confetti. Ik heb alleen andere schoentjes aan trouwens.
Vinden jullie deze trouwens leuk? Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei dat hij ze leuk vond. We zitten in George zijn auto. Ik heb gisteren weer dat bruine in mijn haar gedaan. Want het was echt... Ik had die sand kleur gebruikt, maar daardoor was mijn haar echt warm geworden. Dus nu is het weer cool. Het is echt topspul. Hier is Roberto. Oh, deze auto maakt echt dat hij groter is dan onze. En dat was het. Ik heb even die foto geplaatst die ik gisteren heb gemaakt. Vet leuk. En ik vraag dus om tips voor Den Bosch. En oh, de... ja, jongens, het vind ik niet prettig. Doorrijden. Ik zit nu onder het ding. Met ons slagboom. Ja, hup, rijden. De Sint-Jan garage werd geadviseerd. En dan konden we mooi lopen langs beelden en dingetjes. Het zag er heel leuk uit. Dus op advies van een kijker of volger zijn we hier aan het parkeren. Superleuk. En daarna moeten we bij iets, ook iets met Jan, moeten we een... Jan de Grootbosse Bol. We moeten Bosse Bol gaan eten. Superleuk. Echt heel chill dat jullie zo tips geven. Oké, nou op advies zitten we bij Jan de Groot. En het is echt heel lekker. Het smelt niet eens als je het vasthoudt, hè? Het is echt special. En ik heb echt een van de lekkerste ijskoffies ooit. En we zijn snoepwinkel en kijk hoe tof pand het is. Ik ga deze lolly kopen. Zo mooi. Echt heel vet. Echt enorm. Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn leven, hoor. En nu zijn we weer bij ons favoriete kermisrestaurant. Vet lekker, zoals die hebben ze. Maar nog steeds lekkerder. Zal ik ze lekker mokken? Mm. Dit jongens. Gewoon, ik eet zo van sashimi. Zo lekker. Doei. Ruben gaat nu een sterretje vragen voor mij, omdat ik jarig ben. En ik denk dat ik het niet door heb, maar ik heb hem altijd door. Snel zijn gek, dat zijn ook. Ik wist dat je het ging doen. Dankjewel. Dan moet je mij filmen. We staan al op. Hoe kom je er dan aan? Huh? Hoe kom je er dan aan? Net gevraagd. Ik zeg net op camera, hij gaat sterretjes halen en denk dat ik het niet door heb. Dankjewel. Zo, we hebben veel gegeten. We zijn vet sloom. We zijn nu even bij Kraaienest. Die was tot 10 uur open, de Albert Heijn. Ik zeg, dan kunnen we nu even de laatste dingen voor mijn verjaardag halen. In plaats van dat we het morgenochtend moeten doen. Of dat Ruben morgenochtend moet doen. Deze lipstick is best wel mooi uit. Het is van NYX. Die met zo'n sponsje. Ruben. Kijk hoe vet, mijn AliExpress ballonnen zijn er. Het zijn dus echt best wel professionele. Het zijn er wel maar 5. Het werkt dus zo. Je moet het ook echt niet met je mond doen, maar met iets opblaasbaars. Ik ben benieuwd als je geen helium gebruikt. Maar met de helium gaat het dus ook echt helemaal rond. Het blijft niet op de bodem liggen. Het staat ook, je moet het schudden en zo. Super vet. Waarschijnlijk vergeet ik het linkje. Dus mocht je het linkje willen, moet je het even zeggen. En dan zal ik het even opzoeken en in de reacties zetten. Na de helium doe je dus dit. Het wordt dan denk ik een beetje statisch of zo. Cool, hè? En dan... Hallo jongens, ik heb nu pas voor het eerst wat gefilmd. Dat was een beetje stress. Want Ruud moest onverwacht iets anders doen voor de auto en zo. Dus ik moest alles met je in mijn eentje doen. En toen ziet het er hier zo uit. Niet heel bijzonder. Ruud had gisteren zijn helium gebruikt, dus daar was hij nu op. Dat is wel jammer. Ik heb er maar 3 kunnen vullen. Hele leuke. Oh, dat heb ik net voor jullie gefilmd. Ik wil eigenlijk nog even snel mijn nagels lakken. Ik heb nog 5 minuten. Ik ben een beetje moe zoals je kunt zien. En ik wil eigenlijk naar de supermarkt en zo, maar ik red het niet meer. Ik dacht, als het leuk en gezellig is en willen mensen langer blijven, dan heb ik nog eten nodig. Maar ik kan altijd nog gaan en ik denk dat we wel genoeg hapjes hebben. En ik had nog ijsblokjes echt nodig en drinken, maar als het goed is neemt mama nu drinken mee. Dus dan komt het goed. Hoi schat, gefeliciteerd met gisteren. En voor vandaag. Gezellig zijn we de eerste. Hallo Bob. Hallo Bobby. Hallo schatje. Nee. Hallo Rup. Gezellig, klaar voor de visite. Ben ik klaar voor. Leuk was dat hoe Rebecca de nieuwste met Bobby steeds deed. Ja, hè? Dat was zo leuk. Je dan zei het niet. Ik vond het zo leuk. Zo lekker. Ik zat zeker maar een stukje op te delen. Jij bent wel echt leuk. Ja, dat hou je echt. Hapjes. Ja, dat is wel leuk. Ik heb mijn opgesloten. Dan gaan we op de buren zitten. En dan komen we zo in de sleutelregen. Want we hebben gelukkig een reserve. Wow, Charlotte, jij gaat uit. Charlotte nog? Dat is echt 25 hoor. En volgens mij heb ik geen trek meer als het dan op is. Oh, leuk, iedereen zegt altijd van, oh wat veel eten. Want dus eten ze dus helemaal vol. Mijn vriendinnen hadden wel het record. Die hebben echt niet normaal zoveel gegeten. Goedemorgen. We wilden paagpannenkoeken maken. Ruud had het gehaald, maar hij was melk vergeten. Maar we hadden ook nog heel lekker broodje zalm, broodje geitenkaas, borrelhapjes.
Vet chill. En het is echt rot weer en de auto is nu naar de APK, dus we gaan denk ik niks doen vandaag. Iedereen moet even bidden. Goedemiddag, wij zijn onderweg naar Almere. Ruk gaat naar de kapper, ik ga even kleding kijken. En daarna wil ik even naar de Mediamarkt, gaat Ruk mee. En daarna gaan we een uitlaat voor de scooter kopen. En de auto is goed gekeurd, dus daarom zitten we in de auto. En ik heb mijn lievelingsbroodje met zo. En het was zo'n chille man, hij heeft echt... Gisteren had ik thuis broodjes al, maar dit is echt veel lekker. Zo lekker. En als dat gaat passen, zal ik het weer voor jullie filmen. Oké, jongens, ik ben in de Primark, maar ik ga dit weekend een pashoekje shopping online zetten. Dus ik ga daarvoor nu even filmen. Ik zeg maar wat ik nu ga passen daarbij plakken. Dus dat zien, hebben jullie allemaal kunnen zien waarschijnlijk. Hallo jongens, ik was naar de TK Maxx gegaan. Maar dat heb ik dus voor mijn pashoekje shopblog gefilmd. En nu eet ik alleen, want Ruben is er Jamie. Om de scooter te repareren. En ik zag dus dat ze bij de Burger King nu ineens de Veggie King burger verkopen. En die hadden ze daar echt nooit. Dus die moet ik even... Mijn camera wibbelt. Ik moet die even testen natuurlijk voor jullie. Volgens mij is die wel heel anders dan de... Oh, misschien ook niet. Ik dacht van de Mackie. Laat me even weten of je deze ooit gehad hebt. En zo niet of je hem zou willen proberen. Zowel wat je ervan vond. Het is wel echt lekker. Want op die van de Mackie zit alleen maar tomaten en saus. En hier heb je ook augurken. Ander sausje, ui. Meer burgergevoel. Ik weet niet. De burger zelf is echt heel anders. Zit er kaas in of zo? Nee. Het is echt wat grover. Nou, eigenlijk niet. Ik weet niet. Hij is wel heel anders. Die van de Mackie ben ik op een gegeven moment een beetje zat. Er zit wel een hele best wel sterke smaak aan. Oh. Volgens mij is dit een aardappelgroenteburger. En die van de Mackie is puur gepureerde groente volgens mij. Het is wel echt lekker dat hier meer op zit, vind ik. Ja, dat vind ik wel heel chill. Het is echt meer een burgergevoel. Maar ik vind hem van die Mackie... Weet ik niet. Ik wil denk ik wel zeggen welke ik lekkerder vind. Het is echt anders. Het is echt wel heel anders. Ik vind het wel heel leuk dat ze het hier nu ook hebben. Het broodje is sowieso ook anders bij Burger King. Dus daar vind ik het moeilijk. En ik heb nog geen augurk... Oh jawel. Geen ui en tomaat. Oké, nu ik ui en tomaat erbij heb. En augurk en saus. Vind ik het wel lekkerder. Eigenlijk vind ik van de McDonald's een beetje saai. Ze zouden er wel wat meer op kunnen doen om het meer dat burgergevoel te geven. Ik vind deze eigenlijk wel heel erg lekker. Hij is iets duurder. Hij is 4 euro en die bij de Mackie is volgens mij nu 3,40. Het wisselt nogal. Nogal eens. Hij lijkt een beetje op de Whopper. Alleen andere saus dan Whopper volgens mij. En ja, het is echt wel een hele andere burger. Iets minder groenteachtig. Dus ik denk dat veel dat wel lekker vinden. Ik zou het ook wel chill vinden als ze een gebakken verkochten. In plaats van altijd gefrituurd. Maar het is natuurlijk een snackding. Fastfood. Nou, hij is zeker goed gekeurd. Oké, jongens, dat zal ik even aan jullie laten zien. Doei! Nou, hallo jongens. Ik ben Kaal. Ik heb naar Limburger om zo naar huis te gaan. Toen kwam ik erachter dat ik mijn huisjes niet mee had, bedacht ik me ineens. Want dat neem ik nooit mee als we met twee op stap gaan, wat niet slim is. Maar het scheelt weer in mijn tas. En toen was ik echt over 2 minuten thuis, toen realiseerde ik me dat. Dus nu ben ik maar waar ik heen. Ja, ik heb gezien om die sleutel op te gaan naar de bussen. En dan ga ik naar de Mediamarkt en dan is Rup erop. En dan zit ik op de wc in de IKEA. Hoi, ik zag best wel wat leuke dingen in IKEA, maar ik heb het nu nog niet nodig. En nu ga ik naar Mediamarkt. En ik ga dus kijken voor een statief en een harde schijf. En ik vind de Mediamarkt eigenlijk best wel saai, maar misschien vind ik het wel leuk. Nu ik er heel langzaam ga zijn. En de zon is lekker, maar ik zit er niet in, want ik weet niet echt waar ik in de zon kan zitten in mijn eentje nu. Nu moet ik opletten. Zo, oké, Ruben belt me net dat hij weggaat nu uit Bussum, dus dat is top. Ik heb er echt behoefte om nog iets gezonds te eten. Ik denk, anders ga ik weer naar Kraaienest, naar de supermarkt. En die is nog een uur open. En dan rijd ik een soort van langs als ik binnendoor rijd. Ik wist dus niet hoeveel geld er op de Mediamarkt cadeaubonnen stond. Ik kon ze dus allebei niet online invoeren. Eentje kon ik helemaal niet invoeren. Dus wat ouder is die wel, denk ik. Maar dus, ik had dus van Jimmy en Shanna samen 20 euro gehad. En van Do in er eentje dus ook 20 euro. Vet chill. En ik ben niet voor het goedkoopste statief gegaan. Deze dacht ik als eerste, ik wil hem, want ik had hier dus zo'n kleintje van, zo'n tripod. Maar die ben ik kwijt sinds de vakantie. Ik hoop dat die in papa's auto ligt of zo. En dit vind ik gewoon erg chill. Gewoon klikken, draaien en klaar. Deze is 60 euro, dus ik heb maar 20 euro afrekenen. Dus dankzij Shanna, Dominique, Jiminy en mezelf heb ik nu dit als verjaardagscadeau. Superleuk. En die harde schijf ga ik wel online kopen. Ik heb ook nog VVV-bonnen dus nog van als kerstcadeau of zo. Maar die kan je hier dus ook al niet gebruiken.
Waar gebruiken jullie dat trouwens? Want de bol.com kon het wel, maar dan moest je het bijvoorbeeld helemaal opsturen per post. Super irritant. Dus ik heb nu lekker een statief, dat is fijn. Ik wilde het liefst eentje die gewoon wel echt 1,80 is, zodat ik hem ook helemaal staand kan gebruiken. Maar ja, op zich kun je je statief altijd wel ergens opzetten. En die vond ik allemaal stom. En deze is echt heel compact. En alsnog 1,30 geloof ik. Dus dat is wel heel chill. Dus, okido. Deze weekvlog is volgens mij heel saai. Ik zie er echt niet uit. Ik voel me zo smerig. Dus ik ga nu denk ik even sla halen en dan lekker naar huis. Want ik ben echt wel best wel van huis. Okido. Oké, jongens. Ik ben thuis en ik heb even snel een salade in elkaar geflanst. Kijk. Gewoon een zak sla. Beetje mozzarella bolletjes die ik nog over had van mijn feest. Een kleine tomaatje, zwarte olijven, groene olijven, courgette, paprika, komkommer bedoel ik. Dus dat gaan we nu eten. Olijfolie, citroen, sap, zout en peper. Vet lekker. En morgen gaan we dus iets heel leuks doen. Want we gaan iets wat we allebei eigenlijk soort van leuk vinden. We gaan een soort van wandelen met fotoshoot combineren. Dus ik ben echt een tas aan het maken met kleren en zo, jurkjes. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. En dan is het dus echt op een leuke manier echt inplannen. Gewoon echt foto's maken. Ik neem een statief mee. Dan kan ik ook gewoon zelf de foto's maken en zo. Dit is trouwens mijn statief, jongens. Ik ben er echt heel blij mee. Ik weet niet of ik hem al had laten zien. En hij is trouwens... Ik had erop 150. €20 van Susanna gekregen. Dus, 2020 heb ik dit dus van Susanna, Jimmy, Shanna en Dominique gehad. Superleuk om op die manier zo je verjaardagscadeau te kunnen... Kijk, anders is het te groen. Dan moet je vriendin helemaal samen een cadeau gaan kopen en zo. Dus dit is veel makkelijker. Hoewel me dat ook wel een keer leuk lijkt om echt gewoon... Dat je vriendinnen met z'n allen één cadeau zouden kopen. Doen jullie dat? Met je vriendinnen? Ben ik wel benieuwd naar. Hoi jongens, even niet heel mooi. Het is echt wel voor 's avonds. Maar ik had ook nog even deze jumpsuit gekocht bij Primark. Ik hoopte dus dat die leuk zou zijn. En ik vind hem dus heel erg leuk. Ik had hem dus gezien, zeg maar, net voordat ik ging afrekenen. Ik heb nu trouwens geen BH aan, maar dat zie je nu toch niet in dit pakje. En ik heb nu dus blote armen. En mijn bedoeling is eigenlijk wel om het met een jasje te dragen. Maar het kan nog wel. En hij is leuker dan je nu denkt. Want hij is dus echt donkerblauw met roze. Echt, kijk hoe geweldig. Dus ik denk dat ik deze wel ga houden. Ik kan hem dan ook nog dan dus kantelen. Dus dan is het echt perfect. Zo kan ik gewoon foto's van mezelf maken. Morgen hoef ik het niet te doen. Oké, nu ga ik echt slapen. Goedemorgen jongens, dit is vet grappig. Ik heb een samenwerking geregeld. Het is gesponsord, maar het is echt een heel klein bedrag. Maar toch... met best wel een soort van rare, niet zo mooie schoenen. En juist dat je die dan dus draagt en ze juist vet combineert en schijt hebt en zo. En ik dacht, dat wil ik wel doen. Dus ik kwam ervoor aangemeld en ze hadden me dus uitgekozen. Be aware. People may react differently or may be confused. They may laugh or even worse, make fun of you. But remember one thing. They are just envious of you going your own way. Welcome to the Pig-Headed People Club. Holyshitshoes.com. Oh my god. Wat vet. Mijn eerste voorkeur was geel. En nu ik de kleur geel zie, denk ik... ik had misschien toch die olijfgroen of beige moeten doen. Maar ik dacht, ik ga voor lekker heftig. Oh, wat vet. Ja, ik vind dat wel vet of zo. Oh. Oké, nou, ik ga ze rocken, jongens. Ik vind het gewoon... heel eerlijk, ik vind ze helemaal niet mooi. Maar toen ik het zag, dacht ik... Ik vind het vet om juist dit soort schoenen te dragen. En juist kijken van wat zeggen mensen ervan, weet je. Omdat ik tegenwoordig wat meer bezig ben met niet erg aantrekken wat anderen van me vinden. En nu ga ik de schoenen aantrekken die ik zelf misschien eigenlijk helemaal niet zo leuk vind. Maar puur omdat ik het gewoon vet vind dat ze niet standaard zijn. Maar als ik ze zo zie, vind ik ze best wel vet. Oké, ik ben echt heel benieuwd. Ik ga dus vandaag shooten, dus ik ga ze lekker meenemen. Hallo jongens. Ik ben dus erg sloom vandaag, maar daar kon ik lekker heel rustig aan doen. En nu heb ik pannenkoek gepakken. Dun, 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 dun. Lekker. Gaan we nu eten en dan gaan we. En ik heb een body aangetrokken. Dus ik denk, dan kan ik me heel makkelijk omkleden. Het is niet heel mooi weer, maar wel veel beter dan andere dagen. En wij gaan nu lekker eten. Kittens zijn erg vervelend. Oké, ready to go. Wow, vallen. Ik heb echt heel veel mee. Statief, lens, spullen. Het is echt niks voor mij dit, maar ik vind het wel leuk om het een keer te doen. Ik ben benieuwd hoeveel outfits ik ga volhouden. Misschien denk ik na één al, ik heb er geen zin meer in. Oh, hallo. Ik was aan het filmen net. 3 jurkjes, 4 foto's. Het is wel grappig, ik moet echt inkomen. Aan het begin voelde ik me echt verschrikkelijk. En nu sta ik in een soort blote... Baby onaardig. Heel onaardig. Nu sta ik echt in het blootste jurkje ooit. En ik voel me gewoon chill. Nu wil ik dus meer foto's maken, maar nu zijn we hier echt al heel lang. En het is lekker weer. Mijn dingen liggen dus in de auto, dus ik loop er nu zo bij. Ja, oh, heel speciaal. Nu komen. Maar waarom gaan we niet nog even zonnen? Jij moet alles tillen, Ruben.
Oh ja, we wachten op het balkon. Zullen we nog lekker eten halen of zo? Sushi? We zijn even bij Shores. Willen jullie een konijn zien? Met Ruben. Cute. Shores' groene bak is kwijt. Een leuke foto van deze boom, jongens. Hallo jongens. Ik had er even op Insta gedaan wat ik aan toen was. Lekker wat gegeten, wijntje gedronken. Ruben was even met Lisa aan het prik halen. Die zijn hier nu. Ruben is aan het koken. Vet chill. Ik ben helemaal moe van die wijn. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik twijfel voor deze foto. Zeg maar, deze kant van mijn gezicht is heel mooi. Maar die andere kant. Doe maar eens je hand erop houden als je deze mobiel. Als je deze foto op je mobiel hebt. Ik weet niet of die mooi is. En ik heb deze. Echt heel random gemaakt. Deze vind ik heel leuk. Deze ook heel leuk. Dus ik ben wel blij. Soms heb ik twee hele leuke, maar ik vind het nooit leuk om twee dezelfde foto's te plaatsen. Wat vinden jullie daarvan? Oké, doei. Ja, ik wil juist die mannenstem horen. Het lijkt wel de Efteling. Ik ga hierbij ook de weekvlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie in het weekend bij gewoon een video of anders volgende week bij een nieuwe weekvlog. Doei.